Welkom bij deze Villamedia tooltip voor journalisten. In deze video laat ik je een dienst zien die je helpt met het transcriberen van je opgenomen interviews. De laatste tijd heb ik me voor Villamedia ondergedompeld in apps en websites die dat automatisch voor je kunnen doen. Het meest onder de indruk was ik van deze dienst, AmberScript. Dat is een Amsterdamse start-up die belooft je audio in slechts een paar minuten om te zetten naar geschreven tekst. Vandaag laat ik jullie zien hoe AmberScript werkt, zodat je zelf kunt oordelen of het iets voor je is. Dit is de website. Je komt er door amberscript.nl in te toetsen in de adresbalk van je browser. Wat fijn is aan AmberScript is dat je de dienst gratis kunt uitproberen. Je krijgt daarbij 30 minuten transcriptie cadeau. Je klikt hier op de knop Probeer het gratis uit en wordt naar een nieuwe pagina geleid. Als je nog geen account hebt, word je nu gevraagd die aan te maken. Dat spreekt voor zichzelf. Je vult de naam, mailadres en wachtwoord in en ontvangt een mail met een activatielink waar je op moet klikken. Ik heb dat al eerder gedaan, dus klik ik op Go to my records om naar mijn account te gaan. Op deze pagina zie je een testbestand dat iedereen in zijn account te zien krijgt. Dat slaan we even over. We gaan ons namelijk op ons eigen bestand focussen. We klikken op de knop Upload en kiezen ons bestand. In mijn geval is dat een interview dat ik laatst had met Nu.nl hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman, die zo aardig was me een stukje te laten opnemen voor deze test. Je selecteert je geluidsbestand en krijgt een scherm met informatie dat je vertelt waar je bestand aan moet voldoen. AmberScript werkt graag met duidelijk sprekende stemmen, weinig ruis en geen zware accenten. Hoe beter je aan deze eisen voldoet, hoe beter het resultaat van je transcriptie. Je hoeft hier verder niets te doen, behalve op de knop Verder te klikken. Het uploaden van de audio gaat vrij rap. Het omzetten van audio naar geschreven tekst duurt wat langer. Het kost ongeveer de helft van de tijd van je audiobestand. In dit geval zou hij dus met een minuut of 7 klaar moeten zijn. Daar gaan we in deze video niet de hele tijd op wachten, dus ik spring hier even een paar minuten vooruit. Nou, hij is klaar. Zoals jullie hier kunnen zien heeft hij er zo'n 6 à 7 minuten over gedaan. Dat is zoals gezegd ongeveer de helft van de tijd die ik aan audio heb geüpload. Nog altijd vele malen sneller dan ik het zelf zou kunnen doen, aangezien ik per minuut audio doorgaans 2 minuten aan het transcriberen ben. Dan gaan we eens naar het resultaat kijken. Het eerste dat je ziet is natuurlijk de tekst die AmberScript ervan gemaakt heeft. Wat handig is, is dat AmberScript de audio en de tekst aan elkaar koppelt. Zo kun je je gesprek terugluisteren en direct zien of het omzetten een beetje goed is gegaan. Daar horen een aantal verschillende opties bij. Zo kunnen we de audio afspelen, een stukje terugspoelen en de snelheid aanpassen waarmee de audio wordt afgespeeld. AmberScript laat ons ook belangrijke stukken tekst highlighten. Het is ook mogelijk om teksten aan te vullen. Dat ga je niet terug horen in de audio, maar het stelt je in staat foutjes eruit te halen. Maar het belangrijkste natuurlijk, hoe heeft hij het gedaan? Dat gaan we nu even terugluisteren. We hebben vanaf het begin onze gebruikers betrokken bij dit proces, zeg maar. En dat was eerst heel kwalitatief, hè? Dus wij zagen zelf wel van, weet je, we willen heel erg veel met Nu.nl, heel veel dingen doen. En op een gegeven moment merk je dat, ja, als je alles een beetje bij gaat naaien, zeg maar, zo, dat je op een gegeven moment, als je even weer een stapje terugzet, dat je naar die voorpagina kijkt en je denkt van, ja, het is wel een beetje een rommeltje geworden, zeg maar. En zo gaat hij nog even verder. Zoals je meteen al ziet, het is niet perfect. Interpunctie, daar doet AmberScript niet aan. En hij mist dat woorden. Dat kan komen door onduidelijk spreken of door achtergrondruis. Dit interview is opgenomen in een kantoortje bij de redactie van Nu.nl, waar we verder niet gestoord werden. In een druk café kan het voorkomen dat het ietsje minder goed gaat. Maar ik ben over het algemeen best tevreden. Het is echt niet perfect, maar het is een goede basis waar je op voort kunt beduren. En dat bespaart je gewoon heel erg veel tijd. Maar, wat kost dat nou? AmberScript kent verschillende abonnementsvormen waarbij je een vast bedrag betaalt voor een vast aantal uren. Voor €50 exclusief btw heb je 5 uur transcriptie, waarbij ieder uurtje extra je een tientje kost. Verwacht je die 5 uur niet vol te maken, dan kun je ook 3 uur per maand aanschaffen voor €11,50 per uur. Wil je incidenteel een uurtje audio laten omzetten naar geschreven tekst, dan kost je dat €13,50. Voor dat geld kun je misschien ook een student vinden die net wat betere kwaliteit levert, met de kanttekening dat die er wat langer over doet. Wat mij betreft is AmberScript zeker het proberen waard.